Minister Eckhard Dikan van regionale ontwikkeling heeft zich gisteren samen met de bond bij RO gebogen over een handvest voor bestuursambtenaren. Dit reglement is bedoeld om ordening te brengen in het ambtenarenbeleid van het ministerie. De bewindsman werd tijdens het onderhoud ondersteund door zijn staf en enkele districtscommissarissen. Dikan zegt dat de focus van het handvest meer ligt in loopbaanplanning van de ambtenaren. Volgens hem hebben partijen ook gesproken over de herwaardering en bevorderingen die zijn blijven liggen. Het zijn gevallen die meer dan 9, 10 jaar, de voorzitter heeft het net aangehaald, mensen die 10, 20, 15 jaar niet zijn bevorderd. We hadden ook dat stukje willekeur en alles wat, laat me zeggen, vervelende situaties bracht binnen, met name de bestuursdienst. Daarin hebben we ook ordening gebracht, waardoor alleen bepaalde mensen, misschien gedreven door politieke motieven, in aanmerking konden komen voor bevorderingen. Wij gaan voor een transparant beleid. Iedereen heeft gelijke rechten. Natuurlijk heb je dat van FISO dat blijft spelen met de eisen van... waaraan mensen zich moeten voldoen. En dan heb je ook dat van de IBAS-opleidingen. Dus al deze zaken maken dat het een stukje complexer is dan men zou denken. Aldus minister Eckhard Dikan van RO. Glenn Swami Persat, voorzitter van de bond bij RO, zegt dat het gesprek vruchtbaar is geweest. Hij is ervan overtuigd dat er binnenkort verandering komt in de huidige situatie. Dat we vechten voor de bevorderingen van de bestuursambtenaren en de mensen die langer dan 10 jaar niet zijn bevorderd. Wat? Nou kijk, de minister is ook gebonden aan handen en voeten. Laat me dat ook aangeven als vakbond. De minister kan tot 6C en dat weten ze en dat zeggen ze, het is niet makkelijk. Maar ze mogen tot 6C dus dan de beschikkingen van de ambtenaren tekenen. Ik zeg het als vakbondsleider en mijn twee mensen hier die ook dag en nacht hun bijdrage leveren aan de vakbeweging. Zij zijn de mensen dus dan die in principe al het voorwerk doen, alle districten aflopen om te kijken de mensen die niet bevorderd zijn of die bevorderd kunnen worden. Dus concreet is dat we gaan dat deze mensen op zeer kort termijn dus dan bevorderd moeten worden. Voorzitter van de bond bij RO, Glenn Swami Persat, heeft gisteren met minister Eckhard Dikan gesproken over het reglement dat nu wordt klaargemaakt om ordening te brengen in het ambtenarenbeleid.